lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Het is vandaag donderdag, de 18e april. Ja, nog steeds. En het is 9 minuten over 1. Ik zat in het donker, zag ik. Ik ben aan het uploaden naar YouTube toe. Daar is meneertje Frodo. En ik ben trouwens ook met eten en met koffie bezig. Hier loopt Eowyn en Gandalf, die zit daar ginds. En het gaat me straks weer een hoop geld kosten, want ik ga met meneertje Frodo naar de dierenarts. Ja. Die zegt van 1 tot 3 hebben ze doorloopspreekuur. Nou, dat red ik makkelijk. Ja hoor. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik hou jullie op de hoogte. Dus ik vlog wel even met mijn mobiel of zo. Want deze gaat nou niet mee. Nee, want ik heb Frodo aan mij vastzitten. Ja, dus dat gaat niet lukken. En ik neem gewoon mijn mobiel als ik al vlog. Want soms vergeet ik het daar ook, weet je. Want je zit dan toch meer met je hoofd bij de beestje. Dat het beestje maar eens een keer weer beter wordt. Iedere keer komt het terug. Het schiet niet op. Ja. Maar oké, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van je dag. Het is prachtig mooi weer. Ze hadden het op mijn telefoon er wel over van dat we motregen verwachten, maar waar? Ik zie niks qua lucht. Ja, het is hier en daar wel een bewolking, maar het is over algemeen blauw. Ja, net zoals ik ben blauw gekleed, blauw jurkje, blauwe spijker. Op mijn laarzen, die zijn zwart en mijn haar is paars. Ja, maar voor de rest ben ik in blauw. Is weer eens een keer een andere kleur. Ja toch? Ja. Nou, geniet maar van alles en ik spreek jullie later. Doei doei! Ja, hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. We zijn weer thuis. Frodo die heeft pipetjes in zijn oren gekregen. Hij heeft een injectie gekregen. Zijn hartslag is beluisterd. Ik heb medicatie meegekregen. Sinulox. Heet dat? Sinulox. Dan moet ik vanavond mee beginnen. En dan morgenochtend en morgenavond en noem maar op. Ik ga zo meteen eventjes ook voor mezelf even lekker weg. Ik neem jullie mee. Zonder de GoPro. Nee, de GoPro niet. Ik neem deze mee. Ik ga eventjes op jacht. Ja. Er is mij verteld waar ik zwanen kan vinden. En dat vind ik leuk. Ja. Frodo krijgt even goed zijn kap om. En ik hoor er eentje brullen. Die wil eruit. Ja, geef ik groot gelijk. Want ik heb hem niet buiten gelaten dat ik wegging. Om de dood eenvoudige reden. Dat ik bang was dat ik die weer achter me aan zou lopen. En dat moet ik niet hebben wanneer ik met Frodo erop uit moet. Maar oké, Frodo heeft water gedronken. Die loopt wat heen en weer. De ijsberen. Die is ook bek af van het lopen. Hé, kerel? Ja, nou. Hé, ja. Ach, lieve toch, hè. Ja. Ja, je hebt een injectie gehad voor de jeuk, dus de jeuk gaat straks over. Ja? Nou, en ik zal hem zo meteen ook op de bank gaan leggen. En even de kap op, kan hij lekker bijkomen. Even niks om mee. Ja, toch? Ik zou zeggen, geniet toch verder van jullie dag. Ga ik ook doen. En ik neem deze camera mee. Tot later. Doei, doei. Wat is moeder de natuur toch prachtig, hè? Zo mooi. Zit op het nestje. Net als vorig jaar dat ik samen met Chrissy hier was. Zo leuk, zo mooi. Die rust, hè, die hier heerst. De zwanen, dus wie weet, daar legt mama zwaan op de nest en daar is papa zwaan. Hoe mooi is dit, lieve wezen.
Ik doe je vrouwtje niks, schat. Echt niet. Ik ben geen gevaar. Nou, ik vind het zo geweldig bijzonder. Ja, hoe bijzonder is dat ik dan ingezoomd, even uitzoomen. Even kijken welke kant ik op moet. Nee, dat is heen. Die kant op. Zo. Nou, hoe bijzonder is dat, hè? Dat is toch geweldig. Ja. Nou, ik vind het echt zo mooi, hè? Zo bijzonder. Het is dus vlakbij waar Astrid woont. Ja. En Astrid die had mij verteld dat, dat ze weer thuis waren. Want bijna ieder jaar zijn ze hier. En dan zet de gemeente het af met gaas. Normaal is dat er nooit, dat gaas. En nu dus wel. Dus dat vind ik bijzonder. Ja. Dat is echt heel mooi. Heel. Ja. Ik kan er niet over uit. Hoeveel zwanen er niet worden vermoord. En waarom? Dit is toch mooi? Wat wil men nou nog meer? Dit is zo mooi. Die beesten doen nog niet geen kwaad. Als jij ze geen kwaad doet, doet een zwaan jou geen kwaad. Nee. Dus waarom men een zwaan wil vermoorden? Ik weet het niet. Vlees? De winkel heeft ook vlees. Vlees dat hebben. Maar oké, lieve vrienden, ik sluit en we zullen verder gaan rijden. En dan zal ik zien wat we nog meer tegenkomen. Wie weet, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, en ik ben ook zelf dan weer thuis. Ja, van weg geweest. En jullie hebben wat dat voor een vogel die daar in het water lag. Een meerkoetje of zoiets was dat, ja. Die op dat eerste nest lag. En later waren we bij papa en mama zwaan. Mama zwaan die lag heerlijk te genieten op haar nest. En papa zwaan die zwom een beetje rond om de boel in de gaten te houden. Zoals dat behoort. Ja. Dat, ik heb zelf ervan genoten. Ik heb gelijk het adres opgespoord. Waar die vrouw woont die gisteren bij me was, dat is Mary. En dat heb ik nou ook gevonden. Het was een leuke rit, maar niet veel bijzonders om dat te gaan vloggen. Nee, dat vond ik niet. Ik heb niks gezien wat vlogwaardig was. Maar in ieder geval, ik had gisteren toch een bos bloemen gekregen bij de FOMAR. Ik had nog wat gekregen, maar dat was ik totaal vergeten. Dat zat nog mooi in mijn mandje van mijn booster. Ja, maar ik heb het nou wel. Dat is een doosje met chocolaatjes. Ja, kransjes die je eigenlijk normaal gesproken... Ja, het zijn bloemen. Bloemenkransjes. Dus ja, leuk voor de Pasen. Dus ja, dat zet ik weg voor de Pasen. Dat vind ik leuk. En ik heb boodschappen gedaan. En uiteraard een bounty. En daar staat de tas met boodschappen. Met meer voor Frodo en Eowyn dan voor mezelf. Want ja, dat gaat ervoor. En zoals jullie weten, bij de dierenarts was het natuurlijk weer hartstikke duur. 119 euro, geloof ik. Ja, moet ik op de bon kijken. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Maar in ieder geval over de 100 euro. En nou ben ik toe aan een bakje koffie. Ja, ik wel. Dus dat gaan we nou maken. En dan de boodschappen opruimen. En daar is de boodschappen.
zit al naar de koelkast. Dat helpt niet, hè, naar de koelkast kijken. Maar oké, dan heb ik dus een dosje chocolade. En die bloemen van de FOMA gekregen vanwege dat ongelukje. Nou ja, ongelukje. Mijn lichaam die voelt het niet aan als een ongelukje. Nee, want ik ben gebroken. Het doet zoveel pijn. Ik had nooit geweten dat me zoveel pijn zou wezen. Maar ja, je moet doorgaan. Hier is ons prinsesje. Hé, meisje. Ah, kijk, treinpakkers. Nou, Karin, wie weet. Kom ik binnenkort die kant op. Moet ik eerst kijken wat het is. En eerst moet het schip met geld weer komen. Nou, dat is andere week. Dus ja, dan komt er weer een beetje geld binnen. En over 14 dagen moet ik met Frodo weer terugkomen bij de dierenarts. Ja, ook dat nog. En ik was een vlog naar YouTube aan het brengen. Dat is nog steeds bezig, want internet was weggevallen. Dus het gaat wel lekker. Hij is 82% geüpload, maar er staat nog steeds nu 1 uur en 3 minuten te gaan. Ja, 1 uur en 3 minuten te gaan. Nou, dat vind ik niet leuk. Ik had gehoopt dat hij klaar zou zijn. Maar ja, komt ook goed. Komt vanzelf al op YouTube te staan. Wanneer? De 20e april. Ja, en het is nu, weet ik niet aan mijn hoofd, de 18e. Dus over 2 dagen, ja, komt hij online. Nou, en ik moet nog meer gaan renderen. Dus staat weer natuurlijk filmpjes op mijn camera. Ook nog op mijn GoPro staat, geloof ik nog. Dus ja, ik heb nog genoeg te doen voor jullie en voor mezelf, ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van de bijna avond. Dus geniet ervan, smakelijk eten en tot later. Doei doei! Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is nog gelukkig wel goedemorgen. Het is 11:45, het is vrijdag 19 april. Rebecca kan ze komen. Astrid die komt vanmiddag, dus er zal wel weinig gevlogd worden. En ik verga van de pijn. Vanuit mijn linkerkant van mijn rug naar mijn nek, naar mijn hoofd. Ja, niet prettig, maar het heeft allemaal met die klap denk ik te maken. Want mijn hele rug, nou, gigantisch hier. Ik heb mijn nek amper draaien, nou ja. Komt wel weer goed, hopelijk. Ja, dat... Het is gewoon enkel niet fijn, ik moet er weer even doorheen. Want na die klap ben ik zo geworden. Nou ja, komt ook wel weer goed. Enkel ja, en dan denk ik ook een bos bloemen. Dat, ja, je kan degene vergeven, maar het maakt het niet goed de pijn die men eraan over kan houden. Ja, maar ik heb al gehoord, het gebeurt vaker bij de FOMAR. Terwijl men niet mag duwen, maar trekken moet. Ik hoor hem jou, maar waar het vandaan komt. Oh, hier ook. Hallootjes. Mijn hier, hallootjes. En zullen we jou even helpen om de kap af te doen, lieverd? Zullen we jou even helpen? Hé? Jou even helpen, nee? Ja. Komt u maar, goed zo. Hé, oeh, bliksem. Moet je ook de mensen even gedag zeggen. Hoe mooi ben jij, hè? Oeh. Hé, kereltje. Denk je dan dat je niet uitglijdt op die leuning? Oké. Oké, goed gedaan, man. Zo. Ik heb die weer in zijn hoekje. En daar hebben we meneertje Kandolf heen. Jo, meneertje Kandolf. Hé? Nog naar buiten toe, deur die staat open, je kinderen zo uit en erin. Nee, ik blijf vrouwtje lastigvallen. Ook goed. Ja, hé? Ook goed. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doorgaan. Ga ik ook proberen. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Goedemiddag.
avond, lieve vrienden. Ja, het is weer avond geworden in die tussentijd. Ik heb vandaag maar één keer gevlogd en dat was vanochtend. En mijn huisje is schoongepoetst door Rebecca. Astrid, die is ongeveer nou net een half uur, ongeveer plus minus weg. We hebben lekker gegeten, we hebben geschminkeld. De dieren zijn nou aan het eten, daar zit onze eeuw in. Het prinsesje, nou ja, en Frodo uiteraard in de keuken. Waar anders? Ja toch? Die doet het goed. En natuurlijk, ja, Kandal, die zit achter de deur te eten. Ja, en ik ben al met een bakje koffie bezig. Wat ik wel heb, dat is hoofdpijn gekregen door alle drukte en ja... Astrid die was vanmiddag ook heel erg druk, vreselijk gewoon. Dan denk ik, oh mijn hemel, wat heb jij? Iets op waar je druk door wordt of zo, weet ik veel. Maar ja, dat nou bijkomen, ik heb dus even medicatie ingenomen, een bakje koffie erbij. Ik ga even mijn startje doen op mijn telefoon, dat is een leuk spelletje. En zometeen Dr. Queen kijken. Op RTL 8. En daarna Goede Tijden, Slechte Tijden. Dan de Battles van The Voice of Kids. Dus ik kom mijn avondje wel weer door. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Het is ook nog steeds prachtig mooi weer. Ik weet niet wat ik morgen allemaal ga doen. Maar er werd al gezegd, we gaan on tour helemaal rond het Amstelmeer heen. Ik denk, oké, dan. Ben ik nog nooit geweest. Nee, maar de booster schijnt dat te redden. Ja, ja. Maar het komt allemaal goed. Ik zie wel wat we doen gaan. En het is ook paars, dus ik weet het allemaal niet. Ik wil het ook een beetje rustig houden vanwege mijn rug en mijn nek. Dus het komt allemaal wel goed. Frodo die wil wel weer naar buiten toe. Maar die wacht maar even, die moet eerst zijn eten laten zakken. Hé, kerel? Of niet dan? Ja hé, even eten laten zakken. Hij is zo lief hè. Ja, och goedje. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, fijne avond. Liefdevolle avond. Geniet van elkaar en met elkaar. En voor later welterust slaap lekker met de mooiste dromen die je wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En weet, God houdt over ons allen de wacht. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik zit een beetje in het donker. Ik kan er ook niks aan doen, want ik ga niet mijn lamp erbij aan doen. Want dan zit ik met die uitgestrekte armen weer. Jullie zien me even goed wel, al is het half donker. Maar in ieder geval, we wensen jullie allen een welterusten, een lekker slapen, morgen gezond weer op. En morgen, ja, gaan jullie mee? Ja, we gaan on tour. We nemen de kanoroute. Zeg het anders. En ik ga niet alleen. Nee. Ik ga samen met Mary. Ja, de kanoroute doen. Dus gezellig en leuk. Met z'n tweeën. En jullie gaan mee. Nou, toppie toch? Ja, ik zou zeggen, morgen veel plezier samen met Mary en Corina. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.